Yo, yo, mensen. What's up, what's up, what do you do? Ga even een video opnemen, je weet zelf. Weet je, ik kan ook gewoon de hele video zo praten. Dat gaat leuk worden voor jullie horen, toch? Nee, dat ga ik niet doen. Gewoon normaal praten. Allee. Wij gaan even weer Demon Slayer. Ik ga per ongeluk naar de story, ik weet niet waarom. We gaan even online, zoals gewoonlijk. Ik ben niet ingekomen, dat je het weet. Dus. We gaan even voor de niet winnen vandaag, oké? Dat je het weet. Ik ga niet fucking Rengoku spelen. Doe gewoon deze gast. En haar. Ik denk wel dat we daarmee rennen. Kiezen we de trauma map. Oh no. Ah, dan gaan we. De eerste fucking game van vandaag gaat echt erg worden. Dus weet het je. Bismillah, Imrahim, bismillah. Here we go. Dit is echt uncanny as fuck. Het is niet wat wij willen hebben. Zeker niet. Dat is mijn reactie op deze gast. Emotion. It's about to Ai. Let's fucking go, baby. Ik doe een random sound. Kom op, snel. Random sound, komt-ie. Stop right there, criminal scum. Oké. Oh shit. Ik moet even de kroppen weer herinneren hoor. Shit. Oké, hold up. Ik moet even focussen, mensen. Excuseer mij. Zeer. Red me, dank je. Ik heb hem, oké, nice. Eén ronde. Stikdrift, komt er. What's up, buddy? Oeh, hij heeft me. Oeh, oké. Ja, hier ben ik fucked. Oké. Hoe de fuck? Oeh, wait, what the fuck was dat? Dat is een beetje weird. Oké, ik word nu echt gestormrolled. Dit kind kan alleen maar boost houden, ik haat dat. Hier, kijk. Breek zijn guard. Hij gaat saven. En hij fucking boost, oké. Okay. Boost ik ook. En hij grab me. En ik ben dood. Ik leef nog. Shit. Save me. Fuck. Oh, ik haat deze gast echt erg. En als wat deze guy doet is boost out, weer het. Guard break. Waarom? Oh, omdat het tegen de muur aankwam is mijn combo gebroken. What the fuck? Ik zweer, dit kind kan alleen maar op de boost knop drukken. Hè. Komt ie. Ja? Oh jezus. Gast, ik zweer, neem afstand. En mijn grab die gaat niet, oké. Okay. Dit is iets wat wij pauperdom noemen. Dit is nou iets wat wij echt fucking dom noemen. Ik grab hem, maar hij registert niet.
De eerste game, dus dit is mijn excuus. Kijk, dan gaat hij weer maar boosten. Dit is echt zo fuck. Wait, hoe heb ik hem... Ah, shit man, ik zweer. Boostende rat, jongen. Let me. Broer, ik zweer, hoe de fuck kan je door elk fucking... Hoe de fuck kan hij zo snel... Zijn man heeft R1 en een rondje echt ingedrukt voor de rest van zijn carrière. Ja, ik ben dead. Shit, GG. Fucking hell. Ja, ik bedoel... Ik kan niks meer doen, boys. Ik ben dead. Dat is fucking gay, hoor. Ik kan gewoon niet tijdens dat een boost spam, maar door mijn stick. Cool, maar niemand vroeg om jouw fucking... Skid ult. Mustafa. AIDS hoofd. Ah oh, ja. Volgende ronde, daar gaan we punten. Ah ja, rip. Find a new opponent. Fuck off. Ik ga nog steeds geen Rengoku erbij pakken. Echt niet. Doe ik alleen als ik fucking het echt nodig heb. Zoals nu. Waarom kom ik allemaal met deze kindjes? Komt ie, ja. Oh my... Oh. Ah, GG. Doe. Here we go. 3, 2, 1, we're gonna die. Hey, mijn Spotify schuift bed. Oh fuck. Broer, ben je zo'n kind? Long range barry, ouwe. Kijk dan. Als hij het nog een keer doet, ik zweer. Ja, denk je dat je cool bent met je fucking bed? Oh, weet je, alsnog. En... Wegwijzen. Hij doet het weer, ik zweer. Hé, hey, dat ruimt. Kan predicten, maar het lukte niet echt. Kijk deze predict, hè. 3, 2, 1. Oh, fuck! Het was wel een predict, maar niet een goede predict voor mij. Voor hem wel. Jesus, calm the fuck down, buddy. Maar die muur die verpest elke keer mijn fucking combo's. Guard break, back, please. Ik krijg echt een thermische aidshoofd van fucking Akaza combo's aan. Ik zweer het, ik krijg echt een tumor. Fuck jou. No shot! No shot, ja, ik ben dood. Waarom moet je zo scheef zijn? Ik bedoel, ik ga dit kind echt... Oh, ik ga maar een bezoek geven, joh. Ik bedoel... Ja, liggen, maat. Zie je liggen, op de vloer. Vind. Fuck. Ja, ik blijf liggen, hoor. Waar de fuck ga jij heen? Echt, ik zweer, Akaza combo's die zijn echt dog shit. Broer, ik bedoel... Oh, ik heb een terminale tumor. Lichaam maar voor het fucking, je lichaam even zien ragen. Denk ik. Ik bedoel, mijn persoon die doet niet echt wat de fuck. Die persoon, mijn assist, die niet echt bepaalt wat de fuck ik wil. Haal maar deze fucking combo, dank je. Broer, ik zweer, doe wat ik wil. Zag je die dodge? Ik drukte op de verkeerde knop, maar ik dodge daar nog. No. Er is no shot dat hij daaruit is gekomen.
Oké, okay, maar zagen jullie die old fucking Dodge, ja? Ik bedoel, sign me up, face. En ik ben nou duidelijk, echt. En waar ik weer Akaza. Akaza mag echt mijn fucking... Mijn hartslag gaat 5 km per uur. Oh, sorry, Akaza gameplay. Ik viel in slaap. Hallo? Ja, ik bedoel... Hoeveel saves krijg jij? En hij boost ook nog? Jij wil echt winnen, hè? Weet je? Weet je? Nee, dat ga je het ook krijgen. Ik moet meteen blokken. Blok, 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 blok. Dankie. Tanjiro, save me. Tanjiro, save me. Tanjiro, save me. Tanjiro, save me. Tanjiro, Tanjiro. Kom maar redden. Hij ult me serieus. I do. Oh, fuck dit, oh, dude. God, echt wel. Ik kom echt tegen fucking gay boys uit. Het is niet van grappig. Boeit. Denk je dat het mij boeit wat de fuck jij wilt? Ik wil gewoon Shinobu spelen. Laat me Shinobu spelen. Ik ben misschien nog niet ingekomen, maar laat me Shinobu spelen. Oké, okay, maar die gekke dodges die ik deed, waren wel echt clean. Waarom doe je in één keer min 50? Waarom nu in één keer min 50? Wat is dit? Nou, boys, ik denk weer dat fucking naar beneden gaan naar rank 1. Ik wil gewoon met Shinobu spelen, maar dan mag ik ook weer niet van deze game. Beter, geef ze me gewoon iemand waar ik tenminste geen irritante tumor van ga krijgen. YOLO LOL. Nou, we weten al hoe dit gaat. Ik ben fucked. Ik pak Shinobu er weer even bij, ook al ken ik haar combo's niet erg goed. Jesus. Calm the fuck down, buddy. Uh-oh. Oh! Oh! Ik ben 18, vriend. Ik ben letterlijk gewoon een fucking... Oh my, wat moe, vriend. Oh, ik deed, oh mijn god. Ultra instinct. Trap. Grab. Grab. Wait, wat? Heavy attack. Ik deed, oh mijn god, ik teleporte gewoon achter die gast, hè? Ik weet zelf niet hoe dat is gebeurd. Grab! Oh fuck! Shit. Hij deed zelf een grab op me. Goed zo. What the fuck? Oké. Okay. Oké. Okay. No shot. Oké, okay, ik dacht al, maat. Als je was gedisconnect daar, dan weet ik niet wat ik zou hebben gedaan. Ja. Wow! Ho! Grab! Ik wou voor de grab gaan, maar dat mocht ik niet. Oh mijn god. Wat ben jij? Een heel goed, aardig persoon. Wat ben jij fucking saai, vriend? Sorry. Probeer het. Oh, ik lig. Komt ie? Predict. Fuck, ik ben dood. Het was te proberen, oké. Okay. Ik wou het gewoon proberen. Ik geef dit kind een eerlijke kans, ook al ga ik alsnog verliezen. Ik zweer, ik ga hem graben straks. Hoor. Fuck, ik ben dood. Save me? Hallo, ik drukte al 10 minuten eerder op. Ik liet je gaan uit mijn combo, alsjeblieft. Dat vind ik aardig, hè? Boost op me. Boost op me. Je voelt eigenlijk een beetje hetzelfde als ik. Ik boost echt nooit. Maar bij hem komt het denk ik niet door fucking stickers. Oh man, wat ben jij een saai fucking persoon. Liggen. Ik kan hem ook gewoon tijd trekken. Ik wil hem trollen.
We do a little trolling. Check that shit. Ik ben dood. Yeah, baby. Oh, de zachte liefde. Ah, save me. Dank je, Shinobu. De Shinobu saved ook. Maar dit gaat hem niet killen, omdat... Ik weet niet waarom, maar de ults op de tweede levens die doen nooit superveel fucking damage. No shot. Ik dacht, maat, als jij was gedisconnect... Oké, dit wordt de ultbreak. Ik drukte op de verkeerde knop. Oh, ik heb hem alsnog. Ik drukte op de verkeerde knop. Hij heeft wel een level 3 shit klaarmaakt, maar ik denk dat hij die gaat boosten. En surgen. Denk ik. Dat is wel slimmer voor hem dan nu een level 3 ult gebruiken, om heel eerlijk met hem te zijn. Go Shinobu. Ik ga hem fucking baiten, zodat hij zijn guard op doet. Dan ga ik hem guard breken en dan ga ik hem grabben. Cover. Dat ging niet zoals ik had gepland. Waarom deed mijn kleine tikkeltje daar zo weinig damage? Hey, hij heeft zijn combo verpest. Pauper-sukkeltje. Denk je dat je goed bent? Guard break please, thank you. Shit, haal me eruit, please. Dank je, Shinobu. Nee, dat, what the fuck? Dat was hele late delay, ouwe. Ik moet je zeggen, ik drukte al 10 minuten geleden op R2, maar hij registert nu pas. Dat is heel erg fucking raar. Als ik dood ga, dan blame ik daarop. Guardbreak! Hij weet nog steeds niet dat dat een fucking guardbreak is, hè? Oh, die muur heeft zijn fucking carrière gered. Die muur heeft echt zijn carrière gered. Ik wist het. Shinobu, please kom me redden. Shinobu, please. Shinobu, L1? Doei. Liggen. Zo doen we dat. Deze soort... Kijk, nu kunnen we gratis 2 potjes verliezen. Fucking hell, buddy. Motherfucker, fucking bitch. Oké, sorry. Sorry. Ik heb tenminste 1 winnen, oké? Ik ben blij. Fucking hell. Mensen. Ik zat te denken. Waarom poel ik niet een... iets van een Dying Light 1... video, ik ga dood by the way, of iets in die richting een beetje, solo game. Als jullie dat willen, moeten jullie even commenten. Ik heb autisme en dan, nee grapje, comment gewoon, wij willen deze game zien. En dan krijg je waarschijnlijk de game misschien niet, behalve, kijk als je zegt wij willen, ik voel, de lag is heel erg by the way. Maar als je bijvoorbeeld zegt van wij willen kaas.nl. Jezus vriend. Wij willen kaas.nl, dat krijg je niet, snap je? Ik bedoel, ik kan niet spelen. Ik kan echt niet spelen. Ik bedoel. Maar ja, dat dus. Ik weet ook niet wat er hier gebeurt. En ik weet niet hoe lang je in een fucking combo kan zitten hoor. Ik kan toch niet spelen met deze shit, vriend? Ik kan echt gewoon niet vooruit bewegen gewoon. En dan moet hij ook nog Akka's uitspelen. De meest fucking gay persoon in de game. Echt, ik bedoel, ik haat het. Ik haat het echt. Ik bedoel... What the fuck is hier leuk aan? Skyplay, bitch. Lag, en die muur heeft ook nog zijn leven gered van de combo. Ik bedoel, ik haat... Fuck Akaza, ouwe. Gewoon echt fuck Akaza. En fix je fucking internet. Ik kan niet bewegen. Gewoon, ik bedoel... Kijk, ik spring... Oh my, kijk hè. Kruisje. Zien we dit? Boah!
Wat is dit? Wat is dit? Dit is echt unfair, want ik hield gewoon fucking R1 in voor blok. Maar ik weet niet waarom dat nu weer niet werkt. Jij bent echt fucking gay. Ja, ik bedoel, ik wil echt disconnecten, maar dat ga ik niet doen. Want ik een man met eer ben, in plaats van dit kind die fucking... en 1 MB per seconde speelt, vindt. Jeez. Ik bedoel, ik... dat is niet wat de fuck wij wouden. Dat ook niet. Ik haat... ja, ik bedoel GG. Ah, scheve bitch. Ik kan niet reageren. Dat doe ik niet. Ik doe dat niet. Dat doe ik niet. Ik stuur mijn gast op een maat. Dat doe ik ook niet. Dit doe... oh my god, dit is zo saai. Broer, ik bedoel, wat is dit? Oh mijn god, kijk dan. Ik bedoel, ik val zelfs nog in slaap bij de tijd dat zijn ult klaar is. Dit is echt erg, hè. Dit is echt gewoon erg. Niet eens maar een grapje meer hoe fucking erg deze fucking... guard breakt on, en dan doen we zo, en dan poelen we gewoon een fucking ult. Dan mag jij ook kijken naar 5 MB per seconde. Leuk, hè? Leuk, hè, wanneer je vecht tegen mensen die... fucking... internet. Weet je, dit kind heeft gewoon een advantage tegen mij, omdat ik gewoon niet kan spelen. Hij speelt waarschijnlijk zijn hele leven op deze shit. Wat best wel sad is en baar tegelijk. Hoe was die niet raak? Hij raakte hem gewoon aan, dat zagen we. Puur. Oh, jij wilt het doen. Met je extra AP, denk je dat je grappig bent? Shinobu, is je weer. Hebben ze hem nog meer gebufft? Hebben ze deze guy nog meer gebufft? Want ik bedoel, ik hou mijn schild in, maar... hij breekt elke keer door mijn schild heen. Niet eens, hij feest er gewoon doorheen. Yo, ik zweer, ik zie die aanval aankomen vanaf Afrika, maat. Jezus, ik spam zo hard op vierkantje nu, je hebt geen idee. Het is gewoon echt erg. Shinobu? Dacht ik al. Hallo? Bitch. Sorry. Maar ik kan echt... ik ben zo boos, omdat ik bedoel... dit is letterlijk een PowerPoint-presentatie, ja. Hier, dan gaat hij weer op me af, L1'en. Of wat zijn boostknop ook is. Ik stuur Shinobu op hem af, daar komt hij. Komt hij bij klaar voor, met zijn boost? Met zijn L1? Komt hij? Ja, wat zei je? En nu ben ik fucked. Fucking saaie motherfucker ben jij al. Je hebt elke keer die fucking zelfde overpowered move. Half AP, half AP. Ja, nu, het spijt me pik, maar nu ben je fucked. Je bent fucked door PowerPoint presentaties in. Pas op. Hij wordt weer gered door die fucking muur. Hallo? Mijn laatste aanval, dank je. Oh mijn god, wat ben ik blij. Oh, wat een fucking... nee, niet weer, ik zweer. Hou me fucking uit. Ik zweer, dit is echt het gayste wat ik ooit heb gespeeld. Oh, en nu is... en hier, dood. Wat best wel harde damages. En de comeback van de eeuw. Waarom is de internet nu in één keer goed? Wanneer die heeft verloren in mijn laatste eeuw. Hoe is zijn internet nu in een keer gold mode gegaan?
Ik vraag het me echt af. Hij heeft nu pas wifi router aangezet. Fucking hell. Het is niet eens meer grappig. Ai, maar mensen, dat is het einde van de video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Ik niet. Maar ja. Nog één ding om de video te eindigen. Hold up. Even kijken. Laat me even zien. Ik ga jullie elke dag, elke video, een meme... Waarschijnlijk ga ik dit vergeten. Een meme aan het einde laten horen. Oké? Dat is gewoon jullie treat. Dat komt hier, oké? Klaar voor? Ben je klaar voor? Komt ie. Dit is die van vandaag. Super idol de笑容，都没你的甜，八月初五的阳光，都没你耀眼，热爱105度的你，滴滴青春的蒸馏水。